Zo, dan gaan we nu eens even proberen om een babyboom te maken met gel polish. Ik gebruik ze van Shellac, van C&D, deze, voor de basis. En deze heet Romantic. En dan voor deze, voor de French rand, zeg maar, de cream puff. Nou, ik zet ze alle twee voor hier neer. Ik heb dan zo'n nagelwieltje en dat doe ik eigenlijk altijd even opruwen. Met zo'n blokje of met een dergelijk dingetje dat de glans eraf is. Maar dat moet iedereen maar voor zich weten hoor, hoe dat je het feitelijk doet. Daar ga ik helemaal niet over in discussie. Vandaar, dat doe je niet goed of dit doe je niet goed. Ik vind het allemaal prima. Ik laat het zien hoe dat ik het doe. En dan is het aan jou of dat je dat ook zo ziet zitten. Of dat je je eigen manier doet. Helemaal goed. Even een papiertje eronder voor het stof op te vangen. Even mijn dingetje open doen. Ik krijg nog wel eens vragen van, goh, waarvoor ga je niet met je hoofd erop? Nou, dat hoeft voor mij niet zo nodig. Niet dat ik er niet uitzie. Ik vind het zelf ook er echt leuk uitzien. Maar het gaat om wat ik doe. Oké, dan doe ik nu van Shellac, van C&D, een base coat. En uiteraard heb je bij de echte nagel het voorwerk allemaal gedaan. Daar ga ik even vanuit dat je dat wel weet hoe dat moet. Dus heel dun aanbrengen. Voorkant niet vergeten. Maar die eerste stappen, daar ga ik vanuit dat je het voorwerk, dat je dat allemaal hebt gedaan. En dat niet gedaan wordt. Moet het wel een keertje? Nou, dan laat je me maar weten. Dan maak ik daar wel een videootje over. Maar nu doe ik het even als voorbeeld om een babyboomer te maken. Nou, dat zit er heel dun op. Dan heb ik hier mijn lampje, mijn kleine lampje. En dan leg ik hem even neer. 30 seconden is goed. Doe ik deze weer dicht. En dan gaan we even kijken waarmee ik het ga verdelen. Ik heb zo'n heel klein penseeltje. Hier zo. En dan gaan we het straks in verdelen. Dan heb ik ook nog de alcohol. Nou, dat is allemaal niet zo spannend. Dat is gewoon alcohol. Dat kennen jullie allemaal wel. Nou, dat moet even uitharden. Er zijn natuurlijk vele manieren waarop je het een en ander kan doen. Dus als je zegt, ja, maar ik doe het zus of zo. Prima, dan doe je het op jouw manier. Ik bedoel, het maakt mij niet uit. Het was een vraagje van iemand van, goh, hoe doe ik dat? En dan doe ik dat voor. Ik kan natuurlijk eerst even de flesjes open moeten doen. Nou, goed, ik zet even hier neer. Dan doe ik eerst een dun laagje van de lichtroze. En het is natuurlijk naar gelang wat je cliënt wenst dat je de kleur voor de cover, zeg maar, maakt. Vind je dit te licht, dan kan je altijd wat pigmenten toevoegen. Als je niet weet hoe, dan laat je het me maar weer weten. Het is ook leuk om te doen op de tenen. Nou, de C&D levelt heel mooi uit. Daar hoef je weinig aan te doen. Dus hij is nu, zeg maar, mooi uitgeleveld. Dan leg ik hem onder de lamp. Dan laat ik hem weer uitharden. En dan pak ik altijd, even zien hoor, een papiertje. Zo'n achterkantje van een stickervelletje. En dan doe ik daar wat wit op, maar de creamer vind ik een beetje dik. En dus doe ik daar een klein beetje alcohol vermengen. En dat doe ik zo. Deze is nou één keer gedaan. Ik vind het niet. Je kan het nog een keer laag doen als je dit te licht vindt. Ik doe nog een laagje, want ik vind hem wat te licht. Dus je denkt van, nou, mag wel iets als onderlaag. En dan uitlevelen. Het voorkantje nog een keertje doen. Dan laat ik hem eventjes met rust. Dan kan hij zelf leveling doen. En dan gaat hij er weer onder. Dan doe ik hierboven, niet in bij de lamp, want dan gaat hij al uitharden. Dan doe ik hier zo, doe ik zie. Dan doe ik even wat van die cream puff. Die is wat dik. Vind ik voor de babyboom om dat dan te verwerken. Dus dan doe ik even zo. Dan zit er wat op. En dan even wat alcohol erbij. En dat is echt niet zo heel veel. Dus iets te veel. Dus vandaar dat ik een papiertje heb.
En dan een beetje iets vloeibaarder wordt. Goed, dan hebben we dit hier liggen. Dan pakken we deze. Natuurlijk, het is een babyboom, dus je hoeft hem niet zo ontzettend netjes te doen. En dan doe je dat gewoon zo een beetje verdelen. Maar omdat die self-leveling is, trekt hij elke keer weer een beetje bij. Als je snapt wat ik bedoel. Hoppakee. Dus dan gaat hij weer proberen om bij te trekken. Om dus weer netjes te worden. Nou, dat is prima. Een beetje naar boven. En zo. Je moet natuurlijk wel genoeg aanbrengen. Ben ik nog in frame? Nou, dan laten we even uitlevelen. Zo. Zwaartekracht even zijn werk doen. Zo. En dan is hij nog niet helemaal goed. Ik ga hem nu wel even uitharden. Dit even hier. Zo, nog een drupje. Dan zal hij hard hier me al uit. Dat moet ik niet hebben. Zo. Dat is eigenlijk genoeg. Even naar boven. En dan weer zo. Ja, je moet tegen de draad inwerken. Hier zo. Dus het omgekeerd. Als dat je het eigenlijk altijd met cliënten doet, doe je dit zo. Even wat pakken. Het is eigenlijk hele dunne lijntjes trekken. Oeps. Hele dunne lijntjes trekken en hem dan laten uitharden. Even zo. En dan moet het eigenlijk vanzelf gaan. De truc is om daarna zeg maar de eerste laag er weer lichtjes overheen te doen. Dat is de truc. Maar eigenlijk is het, of het nou gel polish is, of gewone gel, of color gel, dat maakt niet uit. De techniek is hele dunne streepjes te trekken. Het liefst dat ze self-leveling zijn. En dan doe je hier de overgang. Laten blenden. Zo, ik moet even mijn penseeltje daar zo. En dan doen we die een heel dun laagje eroverheen. Dan zie je die streepjes ook niet meer. Dan krijg je wel dat vervagingsidee. Dit is dus romantiek, of hoe je dat ook uitspreekt. Nou, dit is de opzet. Oh, hier zit een klein drupje. Even een klein watje. Wat een stukje. Dat moet natuurlijk niet. Maar ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. En de C&D heeft heel erg dat ze doen self-levelen. Dus... Ja, soms weer blenden en dan hup, dan wordt het weer recht. Nou, ik zet hem er even onder. Terwijl ik wel een beetje zit van, wacht even, dit is te donker eroverheen. Dat is helemaal geen nood, want dan pak je een penseeltje wat je hebt. Ik heb bijvoorbeeld deze. Lief penseeltje. En dan, ja, het is gewoon, zolang als dat je het nog niet onder de lamp hebt gedaan. Ja, gebeurt er eigenlijk niks. Ik bedoel, kun je doen wat je wil. Zie, haal ik er wat af. Anders kan je het niet meer zien. Gaan we het even blenden. Zo. Laat hem gewoon even liggen. Mijn sjeeltje weer in de procent alcohol. Dan pak ik zo'n dingetje. En haal ik hem eroverheen. Ja. Mijn hondje gisteren. Nageltjes doen. Hup. Lekker krassen. Ik wou even de nageltjes doen. Want die waren zo scherp. Ja. Nou. Dat kan je wel zien. Huppa. Oké. Maar daar gaat het niet over. Je kan dus de... Krimpen wat verdunnen met 70 of 90% alcohol. Dan is die wat gladder.
Als je zegt, ja, dit vind ik toch nog niet echt mooi, dat kan. Ik bedoel, als je zegt, nou, dit is nog niet mijn ding. Dan pak je nog wat van die wit. Breng je er wat over aan. Even zien. Het is eigenlijk gewoon even zo'n wieltje pakken zelf en wat proberen. Dat je gewoon niet bang bent om het te doen. Het achter is mooi uitgeblend, maar dit wil ik toch dan nog even wat meer. Hoe zeg je dat? Wat dekking hebben. Dus dan doe ik dat even zo. En dan levelt hij zelf mooi uit. En dan is het met die hele dunne penseel heb gedaan. Ik zal het even nog schoonmaken. Dan doe je dat nog weer even een beetje blenden zo. Dat is het idee er eigenlijk bij, dat er voldoende op zit. En dat je het kan blenden in het rozige. Nou, als je denkt, oh, dat wordt net even iets te veel. Dan kan je ook nog wat roze pakken en dan eroverheen zetten. Met de nail polish. Voldoende nail polish erop, die dus mooi zelf levelt. En dan, huppakee, dan gaan we hem weer in de lamp doen. Iets langer, goed hard uit hard. En dan, ja, dan is het eigenlijk met proberen, met jouw gelpolish, als je niet de CND hebt. Dat om te kijken van, krijg ik dat voor elkaar? Dus eerst een basislaag opzetten. Dan de kleur, dan met de witte eroverheen, dan weer wat kleur eroverheen. Zodat je alles mooi, zeg maar, in elkaar kan vervagen. Dat is blenden eigenlijk, dat is vervagen. En wat je dan kan doen is bijvoorbeeld met wat nail art erop. Dat is dan in ieder, ik gebruik even wat paars van deze, goed gepigmenteerd. En dan geeft dat altijd weer een leuk effect. Maar goed, dat is aan een ieder die dat wel of niet wil doen. Ik vind de dotjes, op het ogenblik ben ik erg een van de dotjes, kan je bij mijn eigen nagels zien. En ik laat dan de plaklaag zitten nu. Zo, daar was ik weer. Camera die hield er even mee op toen dat even misging. Ik heb wat glitter gel erbij zo bijgedaan. Omdat je, ja, hoe je het ook bent of verkeerd, dat blenden, dat blijft natuurlijk zoals het is. Dit is er nu geworden. Ik heb ook het coverbed heb ik iets donkerder gemaakt. Ik zal het even laten zien wat ik net al zei. Dit is het kleurtje geworden. Nou, dit heb ik er vast opgedaan. Leg ik hem vast even in de lamp. Wat heb ik daarvoor gedaan? Ik heb 3 kleurtjes gemengd. Te weten deze en deze. Dus de Romantic, de Cream Puff en de Tutti Frutti. Dan krijg je dit. Dus gewoon een beetje proberen. Alvast 1 drupje van deze, zeg maar een half drupje. En dan mengen en dan wordt hij wat donkerder. Als je het bij een klant doet, dan natuurlijk wel goed weten wat de verhouding is. Want dan krijg je verschillende kleuren nagels. Op de tenen zie je dat niet zo, maar op de handen zie je dat natuurlijk wel. Dit kleurtje krijg je dan dus. En dit is wat glitter gel. Geeft ook een leuk effect. Kan je ook bijvoorbeeld net op de scheidingslijn doen. Of helemaal. Ik heb het nu helemaal gedaan. Weet je, het is gewoon een beetje proberen. En ook wat de klant leuk vindt. En wat jij zelf handig vindt om te doen. Ik werk altijd met zo'n papiertje. Vind ik makkelijk. Kan ik wat opleggen. En dan is het makkelijk op te nemen en te verdelen. Wat kan ik er nog meer van vertellen? Ik zet er zo nog weer wat dotjes op. Of eigenlijk nee, laat ik het maar niet doen. Want dan kan het goed te zien zijn als voorbeeldje voor klanten. Dan kunnen ze altijd nog wat dotjes erop gaan kiezen. Ik ben daar happy mee. Zou ik adviseren een polish, een gel polish ten opzichte van gel te gebruiken? Nee, ik zou dan toch de gel gaan doen. Waarom? Je krijgt het dan gewoon wat strakker dan wanneer je de gel polishes gebruikt. Je kan wel hele leuke effecten krijgen met gel polishes.
Dat is misschien het overwegen waard. Wat je bijvoorbeeld kan doen is een donkere laag geven. En dan wat lichtere stipjes erop doen. Zien, die heeft daar wat voorbeeldjes van. Kijk, zo is die nu geworden. Wel een mooie blend, vind ik zelf. Nou, maar goed, als daar behoefte voor is van, goh, laat het eens zien hoe je dat doet. Bijvoorbeeld hoe je deze kan maken of die. Of, dan hoor ik dat wel. Wat ik nu doe is de topcoat aanbrengen, want die glimt echt heel mooi. Haal ik uiteraard niet de laag weg, dat hoeft allemaal niet. Die kan je gewoon overheen aanbrengen. Mijn echte nagel de voorkant goed inpakken. Dan chipt hij niet, zoals dat zo leuk heet. Ik heb er echt werkelijk geen last van het chippen. Dan lekker goed erover verdelen. Eerst in het midden, dan naar de zijkanten toe. En ook weer deze zijkant goed overal aanbrengen. Ik doe hem 2 keer 2 minuten uitharden. Omdat ik dan vind dat hij nog mooier gaat glimmen. Hij gaat nu weer in de lamp. Maar goed, dat is dan in ieder wie zegt van nee, ik doe dat zo. Ja, dat moet je helemaal zelf weten. Nou ja, zoals gezegd, zijn er vragen? Heb je iets dat je zegt, goh, ik loop daar of daar tegenaan. En hoe krijg ik dat nou goed? Of ik wil dat of dat voor elkaar krijgen en dat lukt me niet echt. Nou, laat het me gewoon weten. Kan ik je helpen? Dan zal ik dat zeker niet nalaten om te doen. Dit, zoals gezegd, is ook iets van met een gelpolish een eigen kleurtje te maken. Ze hebben allemaal dezelfde consistentie, dus je kunt het gewoon heel goed mengen. Ben je klaar? Nou, dan vouw ik het altijd dubbel en gooi ik het weg. Helemaal simpel. En ja, ik ben vrij creatief wat dat betreft in het vinden van oplossingen. Omdat ik natuurlijk beperkt ben gezien mijn allergie met de producten die ik wil gebruiken of kan gebruiken. En ook het budget wat je te besteden hebt, laten we wel zijn. Ja, ik heb eigenlijk niet echt veel meer te vertellen. Dan wel dat ik zometeen de plaklaag eraf ga halen. En dan is die eigenlijk klaar, dat zou ik jullie nog wel willen laten zien. Je kan ook een hele leuke 3D erop maken. Dat is gewoon helemaal aan jezelf. Ik zit even na te denken of ik nog wat meer wil vertellen. Nou, eigenlijk heb ik alles verteld wat ik wou vertellen. Maar ja, misschien zijn er nog vragen van jullie kant uit dat je denkt van nou, maar die stap ging me nog net even te snel of ik kon het net even niet goed zien. Nou ja, laat het me gewoon weten. Dan kan ik dat wellicht laten zien of aanpassen of net wat. Dat was ook de opmerking van, joh, ik zie het helemaal niet. Dat was zo met die pigmenten erop aanbrengen. Nou, dat is goed dat je me dat vertelt, want dan probeer ik het voor mekaar te maken. Oké, nou, dit hebben we klaar. Dan doe ik er wat alcohol op. En dan hup, er overheen. En klaar is het. Nou, het ziet een hartstikke leuk, schimmerig, leuk effect. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Een babyboemetje met gel polish. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en er wat aan hebben. En dan wil ik je bedanken voor het bekijken. En wil je meer video's zien of heb je verzoeken, laat het me dan weten. Word lid van het kanaal, kan hier beneden. Kost niks en ik ben meteen op de hoogte als ik weer nieuwe video's upload. Dit vond ik hartstikke leuk om te doen. Leuke uitdaging. En hij is voor mij, wat mij betreft redelijk gelukt. En hebben jullie zelf ook voorbeeldjes? Laat het me dan weten. Dan zet ik ze eronder en dan kunnen mensen ook bij jouw video's kijken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.